En bij deze laat ik graag Carlos over aan de visie van de brandweer over houten gebouwen, hoe dat zij daar tegenover staan. Carlos, aan jou hoor. Ja, allemaal een goeiemorgen. In eerste instantie wens ik uiteindelijk majoor Roslet te verontschuldigen. Die kon er vandaag niet bij zijn en hij heeft gevraagd dat ik de presentatie wil doen. En ik ga uiteindelijk het standpunt van Brandweer Brussel proberen van dan te vertegenwoordigen en naar voren te brengen. Ja, Bart, de eerste klik mag u geven. Dit is uiteindelijk mijn inhoudstabel. Als we spreken over hout, dan maakt het ons gedeeltelijk blij. We hebben vanuit brandweer hebben we daar toch wel angst bij en af en toe angstzweet zelfs. Wij stellen er ons ook vragen bij, soms heel veel vragen, maar we hebben toch binnen Brandweer Brussel een aantal zaken geleerd, lessons learned. Ja, Bart. De eerste, wat maakt me blij of wat maakt ons blij? We denken aan het zoniumwoud, de bossen. Daar zit enorm veel hout van de bomen en dat is uiteindelijk wat dat ons positief maakt. We kunnen er lekker in wandelen. Dit zijn uiteindelijk zomerfoto's. Maar op dit ogenblik is dat uiteindelijk ook aangenaam voor in de herfst een keer te gaan wandelen. Ja, Bart. Volgend punt. Hè. Dus we kunnen uiteindelijk bij hout kunnen we ons 2 keer warmen. De eerste keer is het uiteindelijk als we het afdoen. We kunnen er ook sculpturen mee maken. Hè. En dan kunnen we nadien, wanneer dat we blokjes hout hebben die voldoende droog zijn, Bart, de volgende slide, kunnen we uiteindelijk genieten van een gecontroleerde verbranding via een houtkachel. Nu is dat natuurlijk qua fijn stof tegenwoordig misschien minder aangewezen, maar we kunnen er ons toch uiteindelijk aangenaam aan verbranden, aan warmen. Nu, wanneer de gecontroleerde verbranding omslaat naar een ongecontroleerde verbranding, dan krijgen we eventueel al dit. Dit is een foto uit van dit jaar. Californië heeft uiteindelijk veel bosbranden gekend, ook op andere plaatsen. En dat is toch wel beangstigend. Hout is uiteindelijk brand en brandt zeer goed en zeer rap. Volgende slide, Bart. Wanneer we hout in constructies zien, dan is dat toch wel van heel veel jaren. De linkerfoto is uiteindelijk Londen, 1666, waar uiteindelijk zoveel procent van Londen is afgebrand. Hout was daarin de standaard bouwmateriaal. De weinige stenen gebouwen die zijn blijven staan, maar de rest is uiteindelijk toch wel plat gegaan. Nu weet dat uiteindelijk Britse kinderen de rand van Londen kennen van in de lagere school en weten wat de impact daarvan is. Nu, een gebouw vanuit ongeveer diezelfde tijd, dat is uiteindelijk de Notre-Dame rechtsonderaan. Die heeft uiteindelijk bij renovatiewerken gebrand aan het dak. En daarin zijn die eikenhouten balken die er gebruikt zijn, bijna bomen, die zijn er volledig uitgegaan. Ja, de volgende slide, Bart. Nu, om eventjes korter bij te komen, ik weet niet waar jullie was op 7 augustus 2012 omstreeks 21 uur. Maar als u in Brussel was, dan had uiteindelijk de skyline op dat ogenblik er op de volgende wijze uitgezien. Een korte klikbart. Niet de uitbraak van de Vesuvius, Pinatubo of iets anders meer. Nee, een brand in het centrum van Brussel. Centrum Brussel, graag een volgende klikbart. Met name de Nieuwstraat, Martelarenplein, dat is het plein waar onze Vlaamse ministers gehuisvest zijn, en de Zilverstraat, daar heeft een brand plaatsgevonden. En waar meer bepaald, voor de dames onder ons, de winkels zullen nu direct kenbaar zijn. Ja, Bart, volgende klik. De H&M, Forever 21 en de HEMA. Dat was op dat ogenblik een tweelagig gebouw. Twee bouwlagen waar men uiteindelijk een uitbreiding wou opmaken. Ja, volgende klik, Bart. Een uitbreiding over 5 niveaus die men op dat ogenblik in staal en hout, dus een hybride, wou optrekken of aan het optrekken was. Want de zaak was volledig op dat ogenblik in constructie. Ja, volgende klik, Bart. Dus het geheel was op dat ogenblik volledig in constructie en is op dat ogenblik op 7 augustus 2012 in brand gegaan. Ja, volgende klik, Bart. De oorzaak van de brand was tot op de dag van vandaag, of is bij de brandweer niet bekend. Ik heb er geen gegevens over teruggevonden en blijft dus uiteindelijk bij ons een vraagteken.
Misschien even ter inlichting. De presentatie is tweetalig gemaakt, omdat die morgen ook ging gebruikt worden bij de presentatie voor de collega Mark Bodewijn. Ja, de volgende klik. Dit is een sfeerbeeld van op dat ogenblik. Ik weet niet om welk uur juist, maar de totale bovenbouw van 5 verdiepingen is volledig vernield. Dus je ziet uiteindelijk de skeletten staan. Dat is uiteindelijk staal, maar alles wat dat van hout was, is op dat ogenblik volledig vernietigd. 5 verdiepingen, houtbouw in constructie. Wat hebben we daarvoor nodig gehad? Ik wil dat toch wel een keer eventjes meegeven. 6 autopompen, 3 autoladders, meer dan 50 brandweerlieden hebben uiteindelijk daar de eerste slag moeten geven om uiteindelijk de interventie aan te pakken. Nu, de volgende klik, Bart. Wat is de interventietijd geweest? Dus weet dat we op 21 uur gestart zijn. De volgende klik, Bart. De brand was na 4 uur onder controle en dat wil dan zeggen dat eigenlijk de brand is neergeslaan en er geen visuele vlammen meer zijn. Dus het is wel nog een ongecontroleerde brand die uiteindelijk nablussing verwacht heeft van 24 uur. Dat is deels al de opmerking of een antwoord. De nasmeul die er uiteindelijk is, heeft uiteindelijk toch nog 24 uur in beslag genomen om de brandweer de mogelijkheid te geven om die volledig als gecontroleerd terug te geven. Ja, Bart, de volgende klik. Nu, wat ons ook altijd gevraagd wordt van het bluswater, hoeveel smijt je daar nu eigenlijk op? In de ondercontrolefase is dat de volgende klik, Bart, is uiteindelijk 6 lanzen van diameter 70 en 7 lanzen van diameter 45 constant gebruikt geweest. En in totaal geeft dat meer dan 2 miljoen, de volgende klik, Bart, meer dan 2 miljoen liter water die op die 4 uur op die brand is gesmeten. Weet dat Brandweer Brussel voor 99,9% gebruik maakt van drinkbaar water. Ja, volgende klik. Nu, het dossier. Nu ga ik over naar het dossier preventie en meer bepaald naar de Menslievendheidsstraat. Ja, dat is uiteindelijk behandeld geweest door mezelf als preventionist fire safety engineer. Ik heb daar de gelegenheid toe gekregen, zoals daarnet al aangegeven door Pieter, om daar veel studietijd voor te maken. In principe is het niet aan de brandweer, en dan mag u al een volgende klik geven, Bart, om een gedetailleerde studie te maken. Dat is niet onze taak. Dat wordt van ons niet verwacht, maar in deze hebben we dat wel mogen doen en heb ik dat ook gedaan. Dus zoals daarnet al aangegeven, constructietekeningen werden opgevraagd, classificatieattesten. Ik heb de vergelijkingen gemaakt, veel vergelijkingen gemaakt, problemen vastgesteld en die ook teruggekoppeld aan Pieter, om die dan uiteindelijk ook te bespreken. Ja, waarom heb je daar een wandje van B? Je hebt uiteindelijk een wand nodig van klasse A met betrekking tot die gevel. Wat met die hoeken en dergelijke zaken meer? We hebben enorm veel problemen gehad die we uiteindelijk ook naar voren gebracht hebben in deze presentatie. Bijvoorbeeld de mandelige muur heeft het uiteindelijk gehaald tot op de Hoge Raad. Wat uiteindelijk toch wel vanuit dit project toch wel groot is. Nu, de volgende klik, Bart. Dit was enorm arbeidsintensief en zal bij onze dienst niet meer plaats grijpen. De brandweer heeft niet de bedoeling om gedetailleerd alles te gaan nakijken. Dat wordt ook van ons niet verwacht. Maar, en dan een volgende klik, Bart. Bij andere dossiers, wij hebben niet alleen middelhoogbouw. Wij hebben op dit ogenblik aanvragen en dan geef ik ook al onmiddellijk een antwoord op een van de vragen. Ja, naar hoogbouw. Maar wat wij vaststellen is de kennis van houtconstructie. Zowel intern, dat is bij ons, ik ga daar eerlijk in zijn, onontgonnen terrein. Ik noem mijzelf geen specialist houtbouw. Integendeel, ik heb de gelegenheid gehad om dit dossier te volgen. Maar naar andere dossiers blijft het uiteindelijk constant een uitdaging waar we onvoldoende tijd voor hebben. Maar wij ondervinden ook dat bij de externen, architecten, studiebureaus, aannemers, ook de kennis eigenlijk een gebrek vertoont of beperkt is. Bij een volgende klik wil ik daar toch wel eventjes naar voorbrengen.
De onduidelijkheid. Ik heb het uiteindelijk R plus EI gezet, apart, omdat het toch wel bij sommigen snappen nog altijd niet goed waarvoor dat die R staat, waarvoor staat die EI, laat staan, ja maar reactie bij brand, wat is dat nu weer? En laat dat dan uiteindelijk gebruiken in hout. Hè? Daarnet is dat ook al aangehaald. Reactie bij brand van hout is uiteindelijk een D. Als je dan zegt van ja, maar je gaat hier houten wanden gebruiken in je evacuatie, daar vragen we uiteindelijk A of B. Ja, maar ik ga daar een likje verf op zetten. Als je dan navraagt welk likje verf ga je daarop zetten, dan valt men soms uit de lucht. Oeh, gewone verf. Dus daar is toch wel onduidelijkheid over. Als je dan bij de volgende klikbart naar de uitvoering gaat bekijken, dan hebben we ook vastgesteld, en dat gaat Pieter ook bevestigen, er is altijd een verschil tussen hetgene wat de klassificatierapport aangeeft en uw uitvoering. Ook zien we dat bij klassificatierapporten er soms keuzemogelijkheden zijn geboden en dat de aannemers of de studiebureaus niet goed weten van ja, wat gaan we nu uiteindelijk gaan doen en kunnen we eigenlijk gaan shoppen. En ik ga daarbij één voorbeeld geven. Ja, men geeft u een klassificatierapport van een producent en men zegt van ja, we hebben uiteindelijk die platen gekozen, maar we gaan uiteindelijk dan niet op een metalstut doen zoals dat uiteindelijk beschreven is. We gaan dat effectief met hout doen, maar we gaan uiteindelijk die platen daarbij bevestigen, niet met vijzen, we gaan dat gewoon nagelen. En qua isolatie, onze opdrachtgever wenst totaal geen rotswol, totaal geen glaswol, hij wil houtwol. En dan zeggen we, ja nee, dat kan niet. Hè? Dat ga je moeten uiteindelijk attesteren. En dan is dat de volgende klik, Bart. Hè? De attestering, en dan zeg je van, daarvoor kan je bij ISIP gaan. En dan zegt men, key. ISIP, wie? Ja, Pieter, en dan is Pieter Poppen. Je gaat denk ik een keer reclame moeten maken voor jullie winkel, want ISIP staat niet goed in de markt. Zelfs bij architecten, studiebureaus, als wij daar naar verwijzen, dan zegt men van ISIP, dat is voor brandweerende deuren en voor de rest kent men dat niet. Dus ja, wij stellen ons daar toch wel serieus wat vragen bij vanuit Brandweer Brussel, bij sommige mensen die uiteindelijk op de markt komen en die uiteindelijk mee willen werken. In dit project van Menslievendheid kan ik u eerlijk zeggen, van mijn kant uit, dikke proficiat. We hebben goed samengewerkt en hopelijk nog. Hè, want ik heb nu gezien, in april volgend jaar mag ik bij jullie langskomen. Dus ik kijk er wel naar uit. Ja Bart, volgende klik. Binnen bij ons Brandweer Brussel hebben we uiteindelijk ook wel een keer de oefening gemaakt van ja, houtconstructies. We hebben het doel in de basisnorm, de minimale eisen, die komt ook terug in andere wetgevingen. Hoe zit dat daar nu eigenlijk mee? Ja, Bart, een volgende klik. Want we spreken over brand. Brand, de definitie is uiteindelijk een ongecontroleerde verbranding. Ongecontroleerd. Nu, hoe ontstaat die? Naar ons oordeel, dat is uiteindelijk misschien kort door de bocht, is het ontstaan van een brand in een houtbouw gelijkaardig als in een beton of in een staalconstructie. Tenzij dan natuurlijk dat je ergens een zwak punt hebt in je houtconstructie, waarbij dat je dan, als je de vuurdriehoek bekijkt, dan plots misschien je brandbare stof, je hout, je ontstekingsbron en je lucht hebt en dan toch nog tot een ontstaan komen, maar volgens ons niet. Als we de volgende klik geven, dan komen we tot de ontwikkeling en daar begint het uiteindelijk een beetje te spannen. En waarom? De wetgeving is uiteindelijk opgebouwd destijds bij staal, beton, maar nu met hout. En we weten dat hout uiteindelijk een brandbare stof is. Hebben we zoiets van, ja, hout als die bloot is, en zeker bij blootgestelde houten kolommen, wanden, OSB-platen, niet in aangesproken, want daar straks nog even iets over die OSB-platen. Die gaan uiteindelijk meewerken aan onze brand. En dan vragen wij ons af van, is eigenlijk die minimale eis nog eigenlijk nageleefd? Want onze houten wanden gaan de ontwikkeling van onze brand eigenlijk bevorderen. We hebben daar net van Pieter gezegd, ja, we moeten uiteindelijk bij onze ovens, onze oven beginnen gaan terugkoppelen en verminderen.
om uiteindelijk onze curve te bewaren. Nu, bij een reële brand hebben we dat niet. En uiteindelijk gaat die wand mee, samen met zijn inhoud en uiteindelijk zijn een brand geven. En de ontwikkeling van de brand behoudt uiteindelijk of gaat uiteindelijk voor het compartiment. Maar dan hebben we het volgende puntje, Bart. En dat is wanneer dat we een voorplanting krijgen. Daarbij hebben we dan een klein figuurtje gemaakt die, teruggevonden hebben, of die we teruggevonden hebben in een Duitse publicatie. Die uiteindelijk specifiek naar hout is. En die uiteindelijk toch wel een aantal zwakke punten geeft, die uiteindelijk daarnet ook al reeds aangehaald zijn. En die een aanval kunnen doen op de voortplanting van onze brand via de wanden. En dan spreek ik specifiek naar de compartimentswanden. Niet de wanden die binnenin het appartement of binnen het compartiment zit, maar specifiek naar de compartimentswanden. En dan hebben we zoiets van, oké, ja, de lichtpunten zijn allemaal goed, maar ja, een kadertje aan uw wand hangen. Kan dit niet. En ja, ik heb uiteindelijk een gewoon plugje gebruikt en je zit daar misschien met een gipsplaat en dat plugje dat valt daaruit en ik moet weer een nieuw plugje gaan halen en uiteindelijk gaat men in de doe-het-zelfzaak, krijgt men daar een zwaardere plug die uiteindelijk toch wel blijft steken, maar vergeet niet dat je 3 of 4 keer geprobeerd hebt om je kadertje op te hangen en wat gaan die gaatjes dan doen. Dus dat is met betrekking tot die ontwikkeling bij brand. Ja, maar de volgende slide. De minimale eisen. Je mag direct voortklikken, Bart. Want de volgende spreekt over de veiligheid van de aanwezigen. Ja. De aanwezigen mogen of moeten uiteindelijk naar een veilige plaats. En oké, daar is dan ook nog altijd discussie over. Stay in place of niet. Dus blijf je in je compartiment of niet. Ga je uiteindelijk evacueren, dan moeten de evacuatiewegen toch wel veilig zijn. Maar ja, als je dat volledig in het hout maakt, hout en afwerkingen, voldoet dat dan nog? En dan spreekt die reactie bij brand enerzijds, maar ook uiteindelijk je weerstand bij brand anderzijds. En dat is toch bij sommige projecten die uiteindelijk in bespreking zijn op dit ogenblik een probleem. Nu, menslievendheid heeft daar geen probleem van, maar een heel kleintje, Pieter, ik weet het. Maar de trappenkolom is volledig in beton opgetrokken. Dat hebben we in het begin hebben we dat gezien. Dus dat was voor ons als brandweer toch wel een bepaalde zorg van, of mindere zorg met betrekking tot de veiligheid van de aanwezigen. Bij een volgende klik, Bart, dan zien we uiteindelijk het derde punt. En dat is de interventie van de brandweer. Want de brandweer, de mensen eruit, de brandweer erin, want er wordt toch van ons verwacht dat we gaan blussen. Nu, houten trappen, dat is daar net ook al een keer aangehaald. De stabiliteit moet uiteindelijk hertzestig zijn. Hoe ga je dat uiteindelijk bewaren? Hoe ga je dat houden? Ja, maar meneer, we zetten daar een verfje op. Ja, maar ja, welke verf? En het onderhoud van die verf? Ik zie dat bij mijn trappen thuis ook. Ik heb een houten trap. Die brandwerend, maar dat is gewoon, ja, dat is ooit geverfd geweest, maar na 10 jaar begint dat toch wel al een beetje te slijten. Nu, als dat een brandwerende verf is, dan hoop ik dat dat toch wel regelmatig een keer nagekeken wordt, want niet iedereen gaat daar uiteindelijk met zijn zachte zootjes over. Dus het gaat misschien toch wel afzien. Nu, interventie brandweer in een houten constructie is toch wel niet evident. We weten het op voorhand niet. Nu, menslievendheid, dat zal uiteindelijk wel bij ons geregistreerd worden, maar ja, je weet het op voorhand niet welke interventie of welk gebouw dat je gaat betreden. En dat is toch wel belangrijk. De smeulbranden, of het smeulen die er uiteindelijk na de blussing is, die blijft uiteindelijk bestaan. Dat is daar net al gezegd geweest. Nu, uit mijn eigen praktijk, ik heb al houten, of beter gezegd houtbouw gehad, die uiteindelijk in brand was, ook houten liggers. Nu, je moet uiteindelijk die laag wegfrezen om te weten wat dat daarachter gebeurt. Nu, dat boren en van alles en nog wat, wij beginnen niet te boren, dat is allemaal bullshit. Daar hebben we gewoon geen tijd voor, dat gaan we ook niet doen, want onze interventietijd is uiteindelijk, de tijd is voor iedereen belangrijk. Bij mij was dat uiteindelijk, ik nam een frees en dat is uiteindelijk uw kettingzaag. Nu ga je me misschien wel met rare ogen bekijken, maar een kettingzaag, dat is niet alleen voor buiten te gebruiken, dat kan je ook binnen gebruiken. Ja?
Je gaat die balk niet kapot breken, maar je gaat die uiteindelijk als een frees gebruiken en uiteindelijk je carbonisatielaag uiteindelijk wegfrezen en wegslijpen eigenlijk, totdat je uiteindelijk op het blote hout zit. En dan ben je zeker. Want ik ga u zeggen uit mijn eigen praktijk, die warmtebeeldcamera's, oké, dat geeft uiteindelijk wel een zicht, maar je hebt je balk goed nat gemaakt en na een half uur zie je terug. Ja, dat begint toch wel weer op te warmen. We hebben uiteindelijk weer die hotspots. En dan kan ik uiteindelijk bevestiging geven van hetgene wat dat er gebeurt. Ja, dat blijft nog warm achter die carbonisatielaag. Dus brandweer, je bent beter dat je die wegdoet. Of wanneer gaan we naar huis? Dat is die 24 uur nablus. We kunnen dat niet meer maken. Dat gaat moeilijk, hè, bij een beton- en staalconstructiegebouw. De keer dat die in brand gedaan is, die doorvoeringen zijn gecontroleerd, we kunnen opkramen en we zijn weg. Dus bij een houtbouw gaat dat niet. Het is niet de eerste balk die doorbrandt na een aantal tijd en dat je na 6 uur, 2 uur, 6 uur, 3 uur, dat die uiteindelijk naar beneden komt. Dus vrees die boel uit. Dat is hetzelfde met die wanden. Die wanden zijn uiteindelijk aangeraakt. Wat zit daarachter? Oké, laat ons die plaat er een keer afnemen. Oeh, dat is hier uiteindelijk goed zwart. Die kettingzaag die komt bij mij terug weer boven. En we gaan uiteindelijk via stansoenen en balkjes gaan we uiteindelijk een stuk van die wand wegnemen. En zien tot waar dat die uiteindelijk uitgebrand is. En dan is het belangrijk om te weten van, is het een houten skeletbouw die er gezet geweest is of is het metal stut? Als het met hout is, dan gaan we zeker moeten zien van, oké, we moeten hem hebben. We moeten zien dat we tot op een punt komen waar het hout niet meer verkleurd is en dat er geen verbranding meer is. En als er verkleuring is, dat het dan hopelijk misschien gewoon even een keer geschroeid is, eventjes nat maken en het is gedaan. Ja, oké, Bart, volgende slide. Nu, ja, lessons learned. Met betrekking tot houtbouw hebben wij uiteindelijk al lang samengezeten. En wij zien uiteindelijk heel veel verschillende types en ja, aanvragen bij ons verschijnen. Wij hebben uiteindelijk al aanvragen gekregen voor houtbouw in zijn totaliteit. Ja, waar men uiteindelijk naar staal of beton of metselwerk totaal niet verwijst. Dat zijn de vol houtbouw. Dan hebben we uiteindelijk de hybride, die uiteindelijk een mengeling kunnen zijn. Nu, uiteindelijk is menslievendheid ook een hybride gebouw. Dat is daarnet ook al gezegd geweest, deeltelijk beton, voor de rest is het hout en een beetje staal. Maar we hebben uiteindelijk ook volledige betonnen en stalen constructies waar men dan gewoon houten gevel gaat voorplaatsen, dat bestaat ook. Maar wat nu? In Brussel is het zo dat we voor de middelhoge en de hoge gebouwen de beslissing genomen hebben, dank u Bart, om uiteindelijk sprinkler te plaatsen. Dat is een overleg gebeurd. Dat is niet preventie alleen die dat naar voren brengt. Er is interdepartementeel overleg geweest tussen preventie, preparatie en operatie. En men heeft gezegd van, dat kunnen we niet maken bij houtbouw. Gaan we uiteindelijk sprinkler in functie van een aanwezig risico standaard nemen. Nu, dat is standaard. Want als we zien dat er hout is, gaan we in principe de sprinkler gaan zien of naar voren brengen. Maar daar kan uiteindelijk nog wel over gedebatteerd worden in functie van de hybride. Maar dat gaat uiteindelijk ons verleiden wanneer wel, wanneer niet. Standaard gaan we uiteindelijk ervan uit van er gaat uiteindelijk sprinkler komen. Nu, met betrekking tot laagbouw, Bart, is het zo dat het project afhankelijk wordt geplaatst om te zien van, oké, wat ga je nu uiteindelijk gaan doen? Er is een aanvraag op dit ogenblik. Ik ga er geen verdere details aan doen, omdat het nog in pre-overleg is. Ik heb er mijn bedenkingen bij, maar een project in industriebouw bij lage 6 en dat er volledig in houtbouw optrekken, dat gaan we toch wel een keer in detail gaan bekijken. Dus daar gaan binnenkort bijkomende vergaderingen op zijn. Maar voor de rest gaan houtbouwen uiteindelijk afhankelijk zijn van het project. Bart, een volgende klikje. En waarom hebben wij uiteindelijk gekozen voor sprinkler? Wij hebben uiteindelijk de 3 facetten uiteindelijk bekeken van de basisnorm met betrekking tot die minimale eisen. Ja? Dus de brand is uiteindelijk te controleren. Je gaat uiteindelijk, zodra dat je sprinkler
geactiveerd is, uiteindelijk uw brand onder controle houden. De uitbreiding gaat uiteindelijk, dus uw ontwikkeling, uw uitbreiding van uw brand gaat uiteindelijk verminderen. We gaan ervan uit dat het sowieso accidentele branden zijn, want anders spreken we over iets anders. En de overslag naar de constructie volgens ons, ja, dat gaan we uiteindelijk ook wel verminderen. Ja, dus die gaatjes die er zijn, het zou moeten lukken dat er uiteindelijk via die gaatjes, via die koppelingen, uiteindelijk nog gaat overslag zijn door onze compartimentswanden naar het aanpalend compartiment. Met betrekking tot de evacuatie van onze... Ja, Bart, volgende klik. De overlevingskansen noemen wij dat. Hè? Dus van de aanwezigen, dat gaat, en dat wordt ook internationaal bevestigd, gaat uiteindelijk verbeteren met een sprinklerinstallatie. En dan tot slot, met betrekking tot ons werk, de interventie, dat verbetert. Ja? De brand gaat uiteindelijk onder controle zijn. De stoom die er gevormd wordt, gaat zelfs uiteindelijk... Allez, dat kan ook nog wel goed warm zijn... Maar onze interventie wordt met die sprinkler uiteindelijk positief beïnvloed. En dat is uiteindelijk de reden waarom dat binnen Brandweer Brussel, dat is het standpunt Brandweer Brussel, uiteindelijk gekozen is om toch bij houtconstructies de sprinkler uiteindelijk daarbij te betrekken. Ja, Bart, een volgende. Nu, ik zou dan ook, hè, en dat is uiteindelijk iets waar dat we op dit ogenblik... Major Slij als departementshoofd ook aandacht aan wil besteden. In Nederland is de brandveiligheid uiteindelijk, spreekt men over bio. We hebben het vertaald intern voor de Franstaligen naar CIO, omdat we bio in Frans, anders hadden we bâtiment moeten gebruiken en zij wilden liever construction hebben. Daarom is het uiteindelijk bio en CIO. Nu, er zijn drie facetten die uiteindelijk belangrijk zijn in de brandveiligheid. Bouwkundig moet het uiteindelijk het plaatje kloppen. Hè? Bart, je mag uiteindelijk de volgende slide geven. Ik heb er uiteindelijk een tekeningetje gemaakt of bijgezet van een wand. Hè, die uiteindelijk als voorbeeld is. Hè, en ik spreek nu effectief uit een praktisch voorbeeld. Hè, een wand die men gezet heeft als compartimenteringswand voor een stookplaats. En waarbij dan uiteindelijk de wandplaten uiteindelijk vervangen zijn door OSB-platen. Die brandwerend bleken te zijn, volgens de instructies. We hebben daar juist gehoord dat dat niet bestaat, volgens mij ook niet. Maar toch blijven uiteindelijk die installateur en de schrijnwerker uiteindelijk beweren dat zijn OSB-plaat uiteindelijk brandwerend is. Nu, als... Toemaatje zegt hem zelf van, ja, maar er waren uiteindelijk twee platen voorzien, gipskartonplaten. Ik heb ook twee OSB-platen gezet, dus dat zal hetzelfde zijn. Dus ja, wij hebben daar toch dikwijls twijfels over sommige mensen die uiteindelijk bezig zijn en die compartimentswanden aan het zetten zijn en die blijkbaar niet al te goed weten. Dus bouwkundig is toch wel belangrijk dat we goed en degelijk werk afleveren. Een volgende puntje zijn de installatie. Nu, ik heb enkel en alleen maar op dit ogenblik een sprinklerkopje daar gezet. Maar in feite spreken we over alle installaties. Uw elektrische installatie, uw liften, uw verwarmingsinstallatie, uw veiligheidsinstallatie van veiligheidsverlichting, blusseninstallaties, detectie. Allemaal die installaties moeten eigenlijk ook wel een beetje conform zijn en een beetje goed zijn. En ook rekening houden dat zij bestemd zijn voor hetgene wat dat uiteindelijk... van hen verwacht zijn en ook op vlak van risico uiteindelijk goed zijn. Daarom deze sprinklerkop. Ja, meneer, ik ga er een sprinklerinstallatie in steken. Welke moet ik hier kiezen? Want ik snap daar niks van. Ja, maar ja, wat gaat erin gebeuren? Ja, dat weten we nog niet. Het is casco. Ja, dat maakt het voor ons niet gemakkelijk en ook voor u niet. Want ja, het is eigenlijk toch wel belangrijk om te weten dat een sprinklerinstallatie in functie gezet wordt of aangebracht wordt in functie van een bepaald risico. En dan, als je dan zegt van, ja, je zou kunnen kiezen voor een bepaald risicoveld, maar weet dat je op dat ogenblik beperkt bent in je mogelijkheden. Ja, dus weet dat. Dan de organisatie. Ja, hier is de tekening enkel en alleen maar met betrekking tot evacuatie.
Maar organisatie is ook wel meer, hè. Dus onderhoud, controle van zowel uw bouwkundige elementen als uw installatie behoort naar ons inziens ook tot de organisatie. Het is niet de eerste keer dat een syndicus bij ons contact opneemt en zegt van ja, ik heb een dossier overgenomen van dat bepaald gebouw, zou je er langs willen komen om dat uiteindelijk nog een keer na te kijken. Nu, in het verleden is dat regelmatig gebeurd, tegenwoordig wordt dat uiteindelijk afgehouden. Maar het is niet de eerste keer dat we dan uiteindelijk naar parkeergarages gaan of naar de gebouwen in zee, waar we zien dat de detectieinstallatie voor jaren al niet meer onderhouden is, dat de rookschermen die er aanwezig waren in de NRWA volledig afgereden zijn, dat de brandweerende deuren zodanig zwaar beschadigd zijn dat men ze gewoon wegneemt. Want ja, maar ja, meneer, kijk, het is hier volledig kapot, er heeft dat een vernietigd. Dat is ook, dat behoort daarbij. En dat is uiteindelijk de volgende klik, Bart. Je brengt uiteindelijk een pijltje mee, zodanig dat we uiteindelijk die bio, dat dat uiteindelijk een samenloop is van die drie zaken op zich, samen met elkaar. Want weet, buiten uiteindelijk onze kazernes is de brandweer nooit geen bouwheer. Zijn wij geen architecten, aannemers, studiebureaus, dat zijn wij totaal niet. We zijn ook de gebruiker niet van het gebouw. Wij zijn er ook niet aanwezig wanneer dat uiteindelijk die brand ontstaat. Laat staan dat we uiteindelijk de eerste blussing zouden kunnen uitvoeren. En wij wachten. Wij wachten. We hebben nog altijd geen melding gekregen. En zodra we een melding krijgen van een brand, dan vertrekken wij. En de zaak is, wij mogen niet evacueren. Ja, Bart, volgende klik. Ik dank u.